Dus in de laatste deel hebben wij afgesloten met het verhaal van Stefan, oftewel Stefanos, dat was zijn uh, originele Griekse naam. En Stefanos betekent kroon in het Grieks. Uh, dat is de betekenis van deze naam. En het is heel toevallig, want we zouden deze figuur of als echt bestaand figuur kunnen nemen, of we zouden hem als uh, symboliek kunnen zien in dit verhaal. Uh, want hij is ontstaan na de dood van Jezus. En uh, christenen geloven dat Jezus na zijn dood uh, terug is opgestaan, de hemel is ingegaan als koning, wat hij altijd is geweest. En als koning draag je een kroon. Wat we zien is: de eerste martelaar volgens de christenen na de dood van Jezus is deze Stefan, of zoals ik net zei, origineel naam Stefanos, wat nogmaals betekent kroon. Dus het is of symboliek. Of hij heeft echt bestaan. Uh, ik denk dat dit een symboliek is, want er is niet heel veel over hem bekend. Alleen, um, alleen in Acts, alleen in de handelingen. Dat is het enige wat je wat, je wat over hem leest. En dan ook niet, nog niet eens heel veel. Behalve dat hij geleden heeft. Dat hij de eerste christen zou zijn die geleden zou hebben. Uh, ook weer aan de handen van de joden. Ook weer. Uh, omdat hij gedaan heeft wat Jezus heeft gedaan, namelijk de Joden aangevallen, dat ze de Tora hebben vervalst, dat ze de Tora niet naleven uh, en dat ze het allemaal niet goed doen. Dus en hij heeft een beetje min of meer hetzelfde lot ondergaan als Jezus. Dit hebben de Joden niet kunnen pikken. Want hij heeft ze beschuldigd van alles en nog wat, dat ze God niet aanbidden en dat ze engelen aanbidden en noem maar op en van alles heeft hij geroepen over uh, Mozes. Dus op een gegeven moment heeft hij ook de Max bereikt bij de Joden. En ze hebben hem uiteindelijk uh, gedood. Dus dat is de eerste martelaar in het christelijk uh, geloof, christelijke traditie. Dat is uh, um, een van de figuren in handelingen. En daar was ik volgens mij gebleven. Wat hem bijzonder maakt is, je leest in uh, handelingen hoofdstuk 6 uh, vers 8, dat hij heel veel wonders heeft verricht. En dit is een terugkerende thema in het christelijk geloof. Het is niet alleen God die wonders uh, uh, verricht... Het zijn niet alleen zijn profeten die wonders verricht. Nee, het christelijk geloof heeft een heel andere benadering van wonders en wie dat wel of niet mag doen. In principe kan iedereen in de christelijke traditie een wonder verrichten. En iedereen uh, uh, krijgt contact met God. En God praat met iedereen zoals hij met zijn profeten praat. Je zou eigenlijk de vraag kunnen stellen aan een christen waarom ze eigenlijk nog steeds de onderscheid maken tussen profeten, apostelen. En heilige, gewone mensen. Want die lijn is er niet. Als je de christelijke traditie bestudeert, zul je zien dat er eigenlijk geen lijn is tussen al deze verschillende uh, hiërarchieën, uh, al deze verschillende uh, profielen. Nogmaals, omdat de christenen geloven dat God tegen iedereen kan praten. Je hebt tegenwoordig Amerikaanse tv-pastoren. Die komen gerust binnen. Je moet je maar een keer opzoeken voor de grap op YouTube. Die komen gerust binnen en die beginnen hun preek met van. Voordat ik hier gekomen ben, en ik heb ze gezien. Tommy Swaggart bijvoorbeeld, die was een van de grootste vroeger, en die zei dat gewoon. Die kwam binnen, een heel drukke zaal, en dan zei hij, gisteravond zat ik te denken aan deze presentatie en God sprak tegen me. En dat je denkt van, hey, misschien bedoelt hij het figuurlijk, met andere woorden, je krijgt een ingeving, je wordt geïnspireerd. Nee, 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 dat is niet wat deze mensen bedoelen. God sprak tegen ze, via de Heilige Geest hebben ze contact gekregen met God. Het is natuurlijk een heel vreemd gegeven. Wat dat betreft kennen wij dat niet in de islam en dat delen wij met de joden. Het is nogmaals alleen het christelijk geloof wat tussen ons in is geïsoleerd, die een heel ander stijl erop nahoudt. God praat met iedereen, God verschijnt aan iedereen, iedereen kan wonders verrichten. En dat is vreemd, terwijl de christenen zelf lezen, zowel in het oude testament, waar hun boek mee begint, hoewel ze daar eigenlijk niks mee doen, de Torah, de vijf boeken van Mozes. Maar ze leest natuurlijk in de Torah, in de hoofdstuk 13, dat Mozes ze waarschuwt... voor een ieder die zegt dat hij um, wonderen kan verrichten. Hij waarschuwt ze voor valse profeten, mensen die uh, komen en zeggen dat ze in naam van God wonderen kunnen verrichten. Wat hij daarmee bedoelt is van, als hij niet... Uh, um, hoe zeg je dat? Als hij niet te toetsen is als de profeet van God, heeft hij eigenlijk geen bevoegdheid, geen autoriteit om te zeggen dat God met hem praat, of dat hij profeet is, of dat hij wonderen kan verrichten. En hoewel de christenen dit hebben in hun boek, trekken ze er niks van af. Dan zou je nog kunnen zeggen van prima, maar christenen hoeven zich niet te houden aan de Torah, want Jezus zou ze verteld hebben dat ze dat niet hoeven doen. Ik heb jullie verteld, dat heeft Jezus nooit gezegd, dat zijn de woorden van Paul. Paul heeft gezegd, de Torah is oud, het is net een oude wijf, daar kunnen we niks mee. Gek genoeg begint de christelijke Bijbel nog altijd met de Torah, met de vijf boeken van Mozes. Dus dan zouden christenen kunnen zeggen: van ja, maar we zijn niet verplicht om ons te houden aan wat Mozes zegt. Want we hebben niks met Mozes, we hebben niks aan hem. Prima. Maar ze hebben dat ook in Matthäus. En Matthäus, zoals ik jullie verteld heb, was een heel populair Gospel. Zo populair dat hij voor Mark een plek heeft gekregen in de Gospel. Terwijl Mark eigenlijk de oudste is is Matthäus uh, het begin van de gospel. Waarom? Omdat hij heel populair was. En mensen wilden in die tijd alles inzetten... om zoveel mogelijk aanhangers te krijgen. Dus je ging niet kijken naar... wat is de volgorde van de gospel, nee. Je ging kijken naar wie is populair... en daar beginnen we mee. Dat lezen ze in... Matthäus, hoofdstuk 24, vers 11, waarin Jezus ze ook waarschuwt voor valse profeten. En wat zijn valse profeten? Dat zijn mensen die zeggen dat ze met God kunnen praten of dat ze wonderen kunnen verrichten. Gelet op dit allemaal is het heel vreemd dat christenen zoveel heiligen hebben. Er zijn talloze heiligen in de christelijke leertraditie. Ik denk dat we richting de 500 gaan. En, en nog steeds, daar is geen einde aan. Nog steeds kan de paus iemand zalig verklaren. Uh, wat ze noemen, als hij zich maar uh, kan bewijzen uh, volgens de zeven, uh, wat is het, zeven regels, of de zeven uh, wonderen wat iemand zou kunnen verrichten. Maar of het er nou zeven zijn of honderd, Jezus heeft gezegd tegen de christenen: het gaat er niet om het aantal. Een vast profeet kan zoveel wonderen verrichten als dat hem uitkomt. Of het nou zeven zijn of honderd, het gaat erom. Dat na Jezus, voor de christenen in ieder geval, ze niet meer moeten geloven in uh, um, valse profeten. Dan zeggen de christenen: Oh, maar dat is ons argument om niet in Mohammed te geloven. Maar moet je, moet je, moet je lezen wat uh, Jezus zegt. Het is heel, uh, dit is echt heel vreemd. Wat ons profeet uit dat rijtje haalt. Wat profeet Mohammed uit dat rijtje haalt, waardoor de christenen uh, zeker moeten weten dat ze eigenlijk aan iedereen moeten twijfelen, behalve aan ons profeet. Gek genoeg twijfelen, laat ik hem eerst even lezen. En ik heb jullie gezegd, ik, ik, ik lees de Bijbel uh, altijd in het Engels, omdat ik vind dat zowel de Koran als de, de Bijbel in het Engels net wat uh, dichterbij. Het is net wat pakkender qua inhoud, qua vertaling dan de Nederlandse vertaling. Matthäus 24, vers 5 zegt Jezus: For many will come in my name, claiming I am the Christ, and will deceive many. Heel veel zullen in mijn naam komen en ze gaan allemaal beweren dat ze de Christ zijn. Wat is de Christ? Dat is eigenlijk niks anders dan de Messiah. Wat is de Messiah? Dat is een profeet. En een profeet heeft als kenmerk dat God met hem communiceert. Niet altijd rechtstreeks. Maar in ieder geval, daar is een established connectie tussen hem en God. Dit is wat je terugvindt bij de christenen. In grote getallen. Maar Jezus geeft de christenen één zaak waar ze dat aan kunnen toetsen: wie de valse profeet is ja of nee, namelijk iemand die in zijn naam, many will come in my name. Wie zijn dat? Dat zijn gek genoeg deze christenen die zalig zijn verklaard. Als je kijkt naar de Koran, gek genoeg begint de Koran altijd bismillah, in naam van Allah. Dat is wat ons profeet zei. Ik ben gekomen in naam van allen. Jezus waarschuwt voor mensen die in zijn naam komen. Dus dan, als ons profeet de Koranversen zou beginnen met van in naam van Jezus ben ik gekomen, dan zouden ze de profeet niet moeten vertrouwen. Dat is waar Jezus ze voor waarschuwt. Ons, profe uh, ons profeet begint daar niet mee. Die zet Jezus neer in het boek als volwaardige noemer op. Hij respecteert hem enorm, maar nog altijd als mens, zoals hij daar ook in dat boek is neergezet. Maar een mens, lezen wij over ons profeet. Het is maar een mens, zegt Allah, want hij gaat ook boodschappen doen. Loopt in el-eswaak, zoals jullie. Dus het is een mens. Dat is even de formulering van Allah. Ons profeet is maar een mens, zoals Jezus, zoals ieder mens. Het feit dat christenen mensen zalig verklaren, die zeggen dat ze in naam van Jezus wonderen verrichten en met God kunnen praten. Dat is mind-babbling. Dat christenen die, die vers van Matthäus. Hoofdstuk 24, vers 5: Niet toepassen bij al deze zogenaamde pastoren die in naam van Jezus wonderen verrichten. Het is, het is, het is heel erg. Dus je zou aan één kant kunnen zeggen, als moslim of als jood, dat de gospels corrupt zijn. Maar je zou ook kunnen zeggen, de christenen hebben de gospels nooit gelezen. Zoals heel veel moslims de Koran niet gelezen hebben. En eigenlijk alleen maar de traditie uh, uh, volgen. Dat zou je ook kunnen toepassen bij heel veel christenen. Um, veel christenen die roepen van islam is, is duivels en de profeet is duivel, die hebben deze vers nooit gelezen. Want dan zouden ze twee keer na kunnen denken voordat ze dit zouden beweren over de islam of over de profeet. Er is op dit moment op YouTube een heel bekende christelijke jongen, ik ben zijn naam vergeten, en die heeft gezegd, ik erken, en daar is een heel bombare over ontstaan op YouTube, en hij heeft gezegd, ik erken de profeet van de islam als profeet. En hij is christen en hij zegt, dat doet niks af aan mijn geloof. Sterker nog, mijn geloof geeft hem daar de ruimte voor. Goed, dus ik ben nu helemaal aan het afdwalen. Terug naar Stefanos, waar ik mee begonnen ben, waar we bij gebleven waren in de laatste video. Wie is deze Stefanos en wat heeft hij gedaan? Dat is het, uh, het verhaal van deze video en dan zien we wel hoeveel we komen. We lezen over deze Stefanos dat hij gezegd zou hebben dat Jezus de opvolger is, zou zijn van Mozes. Want Mozes gaf aan dat er iemand na hem, uit de broeders van de Joden, uh, gestuurd zou worden door God. En volgens deze Stefanos is het Jezus. Alleen het gekke is, Jezus was Joods, was een van hun. Dat was niet een broeder van hun. Wat we bedoelen met broeders in het verhaal van het jodendom of de islam is, of de christenen die hebben deze term ook, uh, nou, niet vanaf het begin uh, gehad, maar in ieder geval inmiddels ingevoerd. Is dat je eigenlijk een soort eenheid vormt met iemand die dezelfde God aanbidt. Dus dat hoeft niet altijd dezelfde persoon te zijn, die letterlijk je broer is. Maar iemand waar je een soort eenheid mee vormt, omdat je in dezelfde God gelooft. Dus deze Stefanos die zegt van dat moet refereren naar Jezus. Maar wat, wat deze Stefanos vergeet, is dat tussen Mozes en Jezus zoveel profeten zijn geweest, die allemaal erkend zijn door Joden en door Christenen. Uh, dan is het natuurlijk niet logisch dat hij nu gaat vertellen dat Jezus de opvolger zou zijn van Mozes. nadat na Mozes zoveel profeten zijn geweest. om maar eens te zwijgen over Joshua, die de Joden via Jericho eh, eh, Palestina eh, heeft eh, gekregen. Dus deze Stefano's, die zegt maar wat. Daar lijkt het een beetje op. Hij heeft zijn eigen agenda. Hij wil, hij wil het verhaal pushen van Jezus zoals hij dat vond. En het lijkt erop dat hij maar wat zegt. En het is de vraag of hij, net als de Jezus van de christenen, de Torah heeft gelezen. Zoals we gezien hebben, zelfs Jezus in de Torah, in, in, de, in de christelijke Bijbel, maakt ernstige Torafouten. fouten Maakt ernstige fouten over de, de traditie van de Joden. Dus hij vraagt je af of die Jezus van de christelijke Bijbel ooit bestaan heeft. Als hij bestaan heeft, dan heeft hij nooit tussen Joden geleefd. Laat staan dat hij met ze moet preken, want hij kent zijn eigen, hij is Joods. Je leest in het begin dat Jezus altijd in de synagoog was en noem maar op. Maar hij, zijn, hij kent zijn eigen traditie niet. Hij maakt fouten, benoemt uh, verkeerde verzen, berust, uh, berust zich op uh, verkeerde metaforen. Wat ik allemaal met jullie gedeeld heb. Maar hij pakt wel de rol, uh, het boek van Isaiah in de synagoog, wat ik jullie verteld heb. En hij zou gezegd hebben dat hij dat hele boek vervuld heeft. Dat hij de hele Torah vervuld heeft. Maar hij kent niet eens de beginselen van die Joodse traditie. Ik heb liever verteld dat uh, de Christelijke Bijbel zegt dat Jezus op de sabbat granen ging plukken. Dat is een ernstig fout. Joden zeggen van op de sabbat gaan wij niet werken. En de christelijke Bijbel die zegt van oh, geen probleem. Jezus zat met de apostelen granen te plukken, want ze hadden honger. En toen een Jood tegen hem uh, uh, zei: van Go Jezus, wat ben je aan het doen? Je bent toch Joods, dus je zou niet op de Sabbat moeten werken, zou Jezus gezegd hebben: ach, wat is de sabbat? Het heeft geen enkel betekenis. Het gaat om wat de mens wil. Dus. Wat je in de christelijke Bijbel leest, is gewoon wat ze noemen in het Engels tweede fouten. Dingen die niet kunnen kloppen. Fouten die zichzelf neerzetten, ook echt als fouten. Het is heel, je hoeft daar geen uh, uh, christelijke Bijbel geleerd voor te zijn, om vast te stellen dat daar ernstige fouten in staan in de christelijke Bijbel. En dat de Jezus van de Christelijke Bijbel fouten maakt. En omdat die fouten maakt, kan het nooit de echte Jezus zijn geweest. Die daar de hoofdrol speelt in dat verhaal. Er zijn nu Amerikaanse uh, uh, professoren. die daar hun levensmissie van hebben gemaakt. en die hebben gezegd. die Jezus van de christenen. is een Jezus die nooit bestaan heeft. dat is een Jezus die verzonnen is. door de familie van Nero. Weet jullie wel? De, uh, die heel brute uh, Romeinse keizer. Hij komt van een familie. dat noemen ze volgens mij de Flavians. en volgens hem. is die Jezus van de christenen. Een figuur die geboetseerd is naar de vorm van een Romeinse keizer, wat zij toen de tijd ook uh, geloofden. Dus waarom? waarom zeggen ze dat, en, en, en heel veel christenen die zijn beledigd, dat snap ik, en die zijn gekwetst en die zeggen van hoe kan je nou zoiets zeggen, dit zijn niet heidenen. Deze professoren die doen het niet omdat ze heidenen zijn, atheïsten of omdat ze een duivel aanbidden of dat ze Jezus haten. Ze zeggen: Jezus, volgens de christenen, zoals hij geschetst is, kan nooit bestaan hebben. Want het is een Jezus die niet eens weet wat, A, wat 1 plus 1 is 2 is. Hij kent de Torah niet, weet niet wat de beginselen zijn van het Joods geloof. Uh, kent de traditie niet, uh, heeft bepaalde plekken verkeerd. De, wat, is het, wat is het? De landkaart van uh, Palestina in die tijd uh, heeft hij soms verkeerd. Dus, en daarom zeggen ze: van dus dit moet een creatie zijn van iemand wat een buitenstaander is en die niet Joods is geweest. Datzelfde verhaal, datzelfde gedrag zien wij een beetje in het kort bij deze Stefanos. Het feit alleen al dat hij Stefanos heet kan nooit, uh, uh, betekenen dat hij nooit Joods is geweest. Stefanos is een Griekse naam. En orthodoxe Joden, die zouden nooit van hun leven een Gentile naam, wat ze toen noemen, iemand die niet Joods is, ze zouden die naam nooit accepteren. Nooit, never. Zodra je ziet dat iemand een Griekse naam heeft, betekent dat hij compromised is. Of hij is opgegroeid met uh, uh, Grieken, en dat betekent dat hij dus zijn geloof heeft losgelaten, uh, of het is een Griekse iemand die in dit verhaal wordt gepusht en door moet gaan voor een Jood. Wat ik me dan afvraag is van waarom hebben ze niet de naam aangepast? W wat, wat is het verhaal achter dat ze niet de namen aanpassen, want dat zou het verhaal meer geloofwaardig maken. En dat lees je in, op heel veel plekken. Uh, uh, Hoofdfiguren in de christelijke Bijbel, die zo uh, hoe noem je dat, uh, heel veel geloof zouden hebben... en van alles doen en praktiseren om God te aanbidden. En ze moeten doorgaan voor een Joodse iemand... maar ze hebben Griekse namen. Dat is natuurlijk vreemd. Stefanos, hetzelfde verhaal. Hij heeft geen Joodse naam, maar hij zou Joods zijn door en door... en hij zou alles weten van de Torah. Dat is heel vreemd. Dus deze Stefanos die zegt... De eerste, volgende profeet, Namosus, zo zijn Jezus, en ik heb jullie verteld waarom dat fout is. Verder lezen wij in Handelingen hoofdstuk 7 dat deze Stefanos de Joden begon uit te schelden. Waarom? Omdat ze de tempel opnieuw wilden bouwen. En dit is een heel vreemd verhaal. Dit is wat ik bedoel met van zowel de Jezus als deze Stefanos kennen de Torah niet. De Torah gaat erom dat ze iets hebben hier op aarde waar God kan communiceren met uh, zijn profeten. Mozes had een tent. Het was een heel grote tent en dat noemen ze een tabernakel. Ik ken alleen maar de Engelse naam daarvoor. Ik weet niet wat de, de Nederlandse woord daarvoor is. Volgens mij een tabernakel. Volgens mij is het hetzelfde als in het Engels. In ieder geval, in het Engels is het een tabernakel. Wat is een tabernakel? Dat is niks anders dan een tent. Een heel simpel, basic tent. Die Mozes had gebouwd volgens de Joden, zodat hij daar in die tent met God zou praten. Dus Joden kennen altijd in hun traditie, in hun spiritueel geloof, noem maar op uh, Heilige Boektraditie, dat God altijd een plek moet hebben op aarde waar die fysiek kan verschijnen om met zijn profeten te praten. Deze tabernakel, je zou kunnen zeggen, die heeft een soort upgrade gehad. In de tijd van David had David de openbaring gehad dat hij nu een tempel moet bouwen voor God. Dus we gaan van een tent die heel basic is, basis, naar een tempel. En een tempel is dus een gebouw. Het wordt wat solider. Het is ook symboliek. van we gaan van een zwak geloof... en omdat het geloof steeds uh, langer aanwezig is in onze harten... wordt het contact met God steeds solider. Steeds... Uh, hoe noem je dat? Steeds vaster. Uh, minder uh, verwoestbaar. Dus we gaan van een tent wat waait in de winter, noem maar op... naar een vaste vorm. Naar stevigheid. Naar een stevig geloof. Dus David kreeg de openbaring... kreeg in ieder geval het signaal dat hij een tempel moet bouwen voor God... Niet meer een tent, maar hij heeft deze tempel niet kunnen bouwen. Uiteindelijk is het Salomon, zijn zoon, na hem, nadat hij dood is gegaan, heeft Salomon deze tempel, wat het idee was van zijn vader, uitgevoerd en gebouwd. Dus Joden kennen altijd het uh, concept van een tempel, een plek voor God hier op aarde. Maar wat zegt deze Stefanos, die beweert uh, uh, christelijk te zijn en opvolger te zijn van Jezus, waarvan zij beweren, en dat moet, moet ik blijven herhalen, waarvan christenen beweren, dat hij opgegroeid is als joods kind. Want je leest in Mark, in Matthäus, in. in uh, wat is het? Uh, Luke. Vooral Luke schetst de meneer als een heel fijn, braaf joods jongetje. wat nooit de sabbat heeft gemist. nooit als kind. Dan komt deze Stefanus en die zegt: van, Joden zijn duivels, want ze willen de tempel bouwen. En dat mag niet, want God wil geen tempel. Dat, dat zeggen ze. En God zou nooit. En, en, en de christenen die hebben nu later in hun christelijke Bijbel staan het tegenovergestelde als in de Torah. We lezen bijvoorbeeld, ik weet even niet meer waar, volgens mij in Matthäus, dat God niet leeft in een tempel wat gemaakt is door mensenhanden. Dus God kan nooit een tempel binnengaan die gemaakt is door mensen. Dit is heel tegenstrijdig wanneer je in de christelijke Bijbel leest dat Jezus elk zondag of elk zaterdag de sabbat praktiseerde, het, het, het gebed van de sabbat praktiseerde in de synagoog. Alleen daarom al kan Jezus dus voor de christenen, volgens de christenen zelf, nooit God zijn. Want hij is wel degelijk in een tempel binnengegaan die gemaakt is door mensen. En hij, hij ging daar elk sabbat bidden. Alleen dat al maakt van Jezus geen kandidaat. Om God te zijn, zoals christenen hem uh, uh, willen bombarderen. Dus, maar deze Stefanos, dus nogmaals, die zegt tegen de Joden: jullie zijn slecht, want jullie willen een tempel bouwen. En hij zegt: Dat weet ik, want ik ken jullie schriften beter dan jullie. Maar hun schriften van de Joden, die zeggen juist dat ze een tempel moeten hebben. Dus dit zijn die vreemde dingen. En dat kan je alleen maar weten als je de christelijke Bijbel gaat vergelijken met de Torah. En alleen als je een beetje basiskennis hebt van de Torah. Dan weet je waarom de christelijke Bijbel zo ongeloofwaardig is. En waarom het zo klungelig is. Het is echt, het is maar dingen roepen en kijken wat blijft hangen. Daar lijkt het een beetje op. Tenzij we dat figuurlijk moeten nemen. Als we de Bijbel letterlijk moeten nemen, dan, dan kan je geen respect hebben voor het christelijk geloof. Wil je hem figuurlijk nemen, wil je de Bijbel figuurlijk vertalen als symboliek, dan kunnen we nog wat mee. Iets anders waar deze Stefanos de Joden van heeft beschuldigd, is dat ze zijn afgedwaald en dat ze God niet meer aanbidden, maar een tussenpersoon. En dat is heel vreemd, want christenen doen het zelf. Ze beschuldigen de Joden dat ze een tussenpersoon hebben, maar ze doen het zelf. Ze bidden nooit tot God de Vader. Het is altijd God de Zoon. Jezus. Altijd. Sterker nog, ik durf te wedden dat 90 van de Christenen vergeten zijn dat er nog een God de Vader is. Waarom? Omdat alle aandacht gevestigd is op Jezus ons Heer, onze Redder, ons God, Jezus de Maker van het universum. Dat je denkt van: maar als Jezus de Maker is van het universum en hij is God en, en de Life Giver, wat heeft zijn Vader God de Vader dan gedaan? Wat is de rol geweest van die God de Vader die daar ook nog aanwezig is in die drie-eenheid? Heel vreemd. Die krijgt een beetje een soort idee van een soort gepensioneerde, gepensioneerde oude man. Die niks meer kan. Die gewoon op zijn stoel mag zitten voor de geranium. En niks hoeft te doen. Want hij is gepensioneerd, hij kan niks meer doen. Zoals je leest in Genesis. Na zes dagen was die moe. Vreemd concept. Dus christenen beschuldigen de Joden van zaken waar ze zichzelf ze zich schuldig aan maken. Deze Stefano zegt tegen de Joden: Jullie zijn afgedwaald. Jullie bidden niet meer rechtstreeks tot God. Jullie bidden rechtstreeks tot de engelen. Waarom? In die tijd dat deze Stefanos leefde, waren er de Joden die geloofden dat de tablets van Mozes, die twee tabletten wat hij in zijn hand had, daar waar je leest in uh, Deuteronomy bijvoorbeeld, de boeken van Mozes, daar waar je leest dat God zelf met zijn hand de tien geboden heeft geschreven of heeft gegraveerd op die tablets. Waren we een tijdje verder op de tijdlijn en waren er Joden die geloofden dat dat niet uh, letterlijk is geweest: dat God nooit met zijn eigen goddelijke hand uh, geschreven kan hebben op die tablets, maar dat de engelen dat gedaan hebben. En deze Stefanos, die wil een soort zaak bouwen, een soort dossier bouwen tegen de Joden, door ze ervan te beschuldigen, dat. Ze daardoor eigenlijk de credit die God toebehoort van God afnemen en geven aan de engelen, waardoor zij, dat is even zijn filosofie, waardoor ze veel meer belang geven aan engelen. Waardoor ze zich veel meer richten op engelen dan op God. Dus zij hebben een middelman, wat ze nooit hadden moeten doen. Dat is even een van de beschuldigingen van deze Stefanos. Maar dat niet alleen, net als Jezus ging hij ze uitschelden voor alles. Dus... Ja, op een gegeven moment, als je mensen blijft uitschelden. dan krijg je ruzie. Dan krijg je wat je zoekt. En ze hebben hem uiteindelijk dood uh, uh, bestenigd. Als je dit zou bespreken met een jood. dan zouden zij zeggen: Van daar is in onze geschiedenis nog nooit bewijs geweest. dat we zoveel waarde hebben gegeven aan een engel. En dat klopt. Alleen, daar is één maar. Ze hebben natuurlijk de boek van Malachi. En Malachi is. Het betekent een engel. En dat weet ik omdat het uh, Arabische woord in de Koran, Malaika, ook al ken je de taal niet, maar je hoort de klank, in de Arabische taal, en dat is een zustertaal van, die, van het Joods en uh, Aramees, uh, je hebt Joods, Aramees, Arabisch, dat zijn allemaal zustertalen van elkaar, kennen wij dat woord ook vanuit de Koran, de Malaika. Joden hebben dat staan als Malakai. En ze hebben een boek van Malakai, en niemand weet wie deze Malakai is. Er wordt gesuggereerd dat deze Malakai een engel was. die tussen de mensen heeft geleefd. en dit boek heeft geschreven. en aan de Joden heeft achtergelaten. Dus. Er waren wel degelijk sectes binnen de Joods beweging die op een gegeven moment andere ideeën erop nahielden van hoe je God zou moeten aanbidden of wie God was dan het Jodendom zoals het begonnen was met uh, Mozes. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen: deze Stefanos, in, in dat opzicht en specifiek beschuldiging, had hij misschien een punt. Wij hebben in de Koran staan, als dit om dit verhaal gaat, gek genoeg. Uh, uh, Benadrukt Allah niet zozeer dat hij wat geschreven heeft, maar dat hij gesproken heeft met Mozes. Taklimen lezen wij in de Koran. Allah zegt: Ik heb Mozes gesproken. Hij benadrukt dat dat een open. Taklimen is een, een, een werkwoord die je gebruikt om te benadrukken hoe waar iets is. Of hoe, um, hoe moet je dit vertalen? Uh, hoe letterlijk je iets moet. Ja, nee, dat is hem. Taklimen in dit geval. Is een um, bijvoeglijke uh, naamwoord. wat gebruikt wordt om te benadrukken. dat is wat Allah heeft gedaan in de Koran. hoe wij iets zeer letterlijk moeten nemen. Je herhaalt het werkwoord. In het Nederlands zou je zoiets kunnen zeggen. dat zeggen wij niet in het Nederlands. maar je zou zoiets kunnen zeggen als van. Ik heb. Gel uh, ik. Um, ja, om jullie een idee te geven. van ik, ik, ik heb gelopen. Ik heb veel gelopen en ik heb echt gelopen. Dat zeggen wij soms. Ik heb echt gelopen. Dat je zegt van. Ik wil benadrukken hoe, hoe fysiek het was, hoe intens het was. Zoiets is wat Allah hier heeft gedaan in deze formulering toen hij ons vertelde dat hij Mozes heeft gesproken en daarachteraan het woord te heeft toegevoegd om te benadrukken hoe letterlijk we het moeten nemen. En dat is waar uh, Allah in de Koran in ieder geval de nadruk op legt. De open communicatie met Mozes. Mozes heeft hem niet gezien, hij heeft God niet gezien, hij heeft Allah niet gezien, maar hij heeft hem wel gesproken. Dus hij heeft wel zijn stem gehoord. Um, hier in dit verhaal van Stefanus lezen wij dat de Christenen en Joden de nadruk meer leggen op het feit dat God geschreven heeft. Waar het deze Stefanus om ging, het is een heel boembari verhaal. Uh, hij uh, gaat eerst rechtsom, linksom bij de Joden, wat hij wilde doen. Is God uit het plaatje halen bij de Joden? Dat is waar hij eigenlijk voor heeft gevochten. Hij wilde de Joden vertellen dat ze God ver van zichzelf hebben verwijderd en dat ze zich hebben gericht tot de engelen. Om vervolgens ervan te beschuldigen dat dat de reden is waarom ze Jezus hebben gekruisigd. Want ze waren goddeloos. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat is waar hij ze van uh, beschuldigd zou hebben. Volgens Act. Stefanos kennen wij niet in de Koran, maar volgens Act. Uh, is dit eigenlijk waar het deze Stefanus om ging? Om de Joden uiteindelijk ervan te beschuldigen dat het goddeloze mensen zijn geworden en daarom Jezus, die zelf God was, hebben gekruisigd. Om maar eens te zwijgen over het feit dat de mens een God kan doden. Wat dit verhaal zo bijzonder maakt, dat is een van de kenmerken van de christelijke Bijbel, is ze, ze gaan eerst de Joden neerzetten als bruut en vreed en gewelddadig, want uh, uh, kijk eens, ze hebben deze Stefanos vermoord en noem maar op, terwijl hij niks heeft gedaan. En dan vervolgens lees je verderop in het verhaal dat waarvan die de reden waarom de Joden hem vermoord hebben, is een reden wat niet verzonnen is. Het was niet gelogen. Vervolgens lees je dus dat deze Stefanos inderdaad min of meer het verdiend heeft, vanuit de optiek van de Joden. Dat niet door hun vermoord zou worden, misschien dat gaat met ver. Maar dat ze wel iets met hem moeten doen. Eh, snap je dat, dat dualisme altijd in de Bijbel? Dus eerst zeggen ze van: Oh, die Joden, dat waren duivels, dat waren dit, ze hebben dit gedaan, ze hebben dat gedaan. En arme Stefano's, want waarom hebben ze hem vermoord? Hij heeft helemaal niks gedaan. Maar vervolgens lees je in Acts dat ze inderdaad bevestigen: met heel veel trots, wat deze Stefano's niet aan eh, 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 woorden en weet ik het allemaal. Eh, heeft ingezet om die joden daarmee te kwetsen en te beschuldigen. Dus volgens de logica zou je kunnen zeggen... daar is actie-reactie. Hij heeft ze uitgescholden voor goddeloze mensen, noem maar op... en dat ze de Torah niet snappen. Dus heeft hij zich geprofiseerd... en het vervolg was uiteindelijk dat ze hem vermoord hebben. Alleen... Wat de Bijbel doet met dit soort gevallen, dat zien wij heel vaak, is dat ze eerst gaan vertellen van hoe zielig het slachtoffer is en hoe onterecht het was dat hij zijn straf heeft gehad om vervolgens te bevestigen hoe waar het is vanuit de optiek van de andere kant, als jullie snappen wat ik bedoel. Laatste wat ik wil vertellen over Stefanos. Ik wil niet te veel tijd aan hem besteden, maar omdat hij de eerste martelaar is van de christenen, heeft hij een heel hoog status. Dus het is wel belangrijk dat we hier even bij stilstaan. Want de martelaar heeft altijd een hoog status in elk geloof, traditie in ieder geval. is Hij is tegenstrijdig en hij is onbetrouwbaar. Dat is het laatste wat ik over wil vertellen. Met name als het gaat om het feit dat de Joden heeft verteld dat ze de tempel niet moeten bouwen. Want een tempel bouwen betekent dat je iets uitvoert wat rechtstreeks komt van de duivel en niet van God. Maar deze Stefanos vergeet dat zijn God, zijn Heer Jezus, elk zaterdag. In de tempel zat. Elk zaterdag lezen wij in Luke. Sterker nog, niet hij alleen, zijn apostelen. Zelfs Paul, hoe vervalst Paul ook is, zelfs hij heeft eerbied voor de tempel. Dus zowel Jezus als zijn apostelen zaten altijd in de tempel. Sterker nog, na Nadat uh, wat is het, uh, God hier naar aarde komt, geloven de christenen zelf, zal Jezus ook weer terugkomen om in een tempel op de troon van David te zitten. Deze Stephenos, die vertelt iets wat zo ingaat: a. Ah, zowel tegen de christelijke leer zoals we hem zouden kennen, later, en tegen de Torah. Hij vertelt iets wat geen enkel grond heeft, wat we niet kennen vanuit de Torah, nog vanuit andere Gospels. Om die reden zou ik deze Stevenos niet vertrouwen. En om die reden denk ik dat dat een onbetrouwbare bron is. Waarschijnlijk, nogmaals, omdat zijn naam kroon betekent, is hij meer een metafoor dan een echte persoon die bestaan heeft. Wat je zult zien als we de Gospels besproken hebben, dan zou je kunnen concluderen dat, zoals ik eerder heb gezegd, er genoeg bewijs is om aan te nemen dat elk Gospel bedoeld was als apart werk en nooit om samen te bundelen tot wat ze nu noemen de christelijke Bijbel of het Nieuwe Testament. Dat er in het begin van uh, wat we noemen het christelijk geloof, er heel veel vertakkingen waren. Dus het christendom is nooit begonnen zoals christenen willen geloven, nooit vanuit één bron, en er was nooit eenheid, nooit met één en dezelfde betekenis. Elk gospel was bedoeld als apart boek. En elk gospel stond eigenlijk voor, uh, <coughs> dit klinkt heel negatief, want dat bedoel ik niet, elk gospel stond voor wat je zou kunnen zeggen een secte, een groep mensen die een bepaalde overtuiging hadden: van, zo is God, zo moet je God aanbidden en dit is wie God is. Daar waren die gospels voor bedoeld. En je moet niet vergeten dat dit niet de christenen zijn die de Bijbel de Bijbel hebben gemaakt, maar dat een Romeinse keizer, keizer Constantin, daar de opdracht voor heeft gegeven. Dus hadden de christenen niks gedaan, had uh, keizer Constantin niks gedaan, dan hadden we altijd christenen die. Heel erg van elkaar verschillen, omdat ze allemaal een eigen Gospel aanbieden. En dan had je ook christenen vandaag de dag, met name christenen die in de oude Gospel zouden geloven, dan zouden die zo goed als moslims zijn geweest. Omdat de oude uh, Gospels daar aanleiding voor geven dat je zo goed als moslim zou worden. Qua overtuiging en praktisering van het geloof en hoe je in Jezus gelooft. Denk aan Matthäus, aan Mark, aan Luke. Alleen John, John is een heel ander verhaal, de gospel van John, van Johannes, dat is een heel ander verhaal. Dat is echt een heel ander stijl. Die heeft van Jezus een heel ander figuur gemaakt, daar komen we nog op. En dat is helaas wat christenen vandaag de dag aanhangen, voor 90%, hoewel hij een heel laat gospel is, die vooral schrijft in de stijl van Grieks filosofie, niet de Joodse stijl, en allemaal vreemde ideeën die hij erop nahield, Totaal anders dan de eerste drie Gospels. Dat, maar dat maakt me een beetje uh, niet betrouwbaar. Want hoezo is Jezus opeens een heel andere figuur dan dat hij geschetst is in de eerste drie Gospels? Maar goed, daar ga ik op zaken vooruit. Dus dat wil ik nog niet. Daar komen we nog op terug. Maar zover kunnen wij nog steeds concluderen dat elk gospel bedoeld was als eigen boek. De christelijke Bijbel, zoals we hem vandaag de dag kennen, gebundeld. Is nooit de bedoeling geweest. Vandaar ook dat christenen al heel snel een probleem krijgen als je, ze met, als je met ze gaat discussiëren. Dan gaan ze springen van Hot naar Her, van Mark naar Matthäus, naar Luke, naar Thomas. Thomas dan niet, want hij is niet erkend, in ieder geval naar John. Waarom? Omdat geen enkel Gospel ondersteunt wat christenen vandaag de dag geloven en praktiseren in zijn totaliteit. Om dat te kunnen ondersteunen, moeten ze grijpen naar al die verschillende Gospels. En Jezus als een soort puzzel bij elkaar rapen vanuit die verschillende Gospels. Dat is het probleem. En was ik Christen geweest, wat ik niet ben, dan zou ik echt zeggen: ik kies één Gospel en die hang ik aan. Ik zou niet in de, in de, in de, in de, in de Bijbel geloven, zoals ik in de Koran geloof en niet in de Hadith. Die keuze heb ik gemaakt als moslim. En ik hoop dat je die keuze als Christen ook durft te maken. De Bijbel was nooit bedoeld als één geheel boek van God. Daar heb je zat bewijzen voor in je eigen Gospels. Je hoeft alleen de Gospels te lezen. En niet naar de verhalen van je oma te luisteren. Zoals heel veel moslims naar de verhalen van de oma luisteren. Zelf lezen, zelf analyseren, zelf concluderen. Zo had je bijvoorbeeld Jezus die. Een mens was met wijsheid, dat was een vertakking. Dan had je Jezus, de mens die uitgekozen was door God om een profeet te zijn. Messiah, was een andere vertakking. Dan had je Jezus die de Messia was en spirituele zoon van God, dus niet letterlijk, was een vertakking. Dan had je Jezus die de Messiah is en letterlijk de zoon is van God. Weer een andere vertakking. Dan had je Jezus die letterlijk de zoon is van God en daarna zelf ook God is. Zeer onlogisch, kan geen enkel Christen ooit. Nog nu, nog in het verleden, nog in de toekomst, uitleggen. Dit is ook een vertakking. En dan heb je Jezus de Messia, zoon van God, maar zelf niet oordeeld, of, eh, onderdeel van het eh, goddelijk bestuur. Of eh, niet gelijk aan God, was ook een vertakking. Ja, en dan heb je de vertakking met name te danken aan de gospel van Johannes. Waar, waar eh, Jezus neergezet is als God dat niet alleen Johannes. De eerste vers al, als je de gospels van Johannes gaat lezen, hij maakt van Jezus een soort eeuwige bron die er al was voor God zelf. Dus het wordt helemaal te gek. Het wordt nu, nu wordt het echt bizar en te gek. Hoe verder de Bijbel voortduurt, naarmate de, de tijd verstrijkt, hoe gekker dat wordt. En dat is wat Allah ons voor waarschuwt in de Koran. Pas op voor de corrigerende pen van de joden, van de christenen. Want ze zijn aan het corrigeren. En ik zal jullie laten zien dat Johannes heeft gecorrigeerd. Zo heeft hij bijvoorbeeld Jezus, uh, uh, de wonderen van Jezus. Wat je bijvoorbeeld leest in uh, Mark, uh, Luke, Matthäus. Waar Jezus demonen verjaagt. Dat ga je niet vinden in Johannes. Wat je wel vindt in Johannes is de wonder dat Jezus water in wijn verandert. Waarom moest Johannes een andere uh, kracht aan Jezus toekennen? Omdat Jezus zelf in Matthäus zei. Christenen die beweren dat ze van alles in mijn naam gaan doen. Weet, weet je wel, die vers die ik met jullie gedeeld heb. Heer, Heer, in uw naam doen we dit. En in uw naam verjagen we die monen en in uw naam en uw naam. En, in. en dat Jezus zei niks van. Ik moet er niks van hebben. Ik ken jullie niet, ga weg. Zou Jezus zeggen tegen de christenen. Dus deze Johannes later op de tijdlijn, die denkt van hé, hey, dat moet gecorrigeerd worden. Want het kan niet zo zijn dat we nog een gedrag gaan bevestigen van christenen die eigenlijk niet de waardering krijgen van Jezus. Dus wat doet hij? Hij haalt. Dit stukje van Jezus die demonen verjaagt eruit. En wat zet hij ervoor in plaats? En Jezus die water in wijn verandert. En wat zegt Johannes? Dit is zijn eerste wonder. Nou nou, dit is God incarnated. God die als mens naar aarde komt om wat te doen. En dat is zijn eerste wonder. Om water in wijn te veranderen zodat mensen zich kunnen zuipen op een bruiloft. Dat niet alleen. Dit, dit is, maar goed, ik loop nu echt op zakenvaart. Ik ga zo meteen terug. Maar dit moet ik u even vertellen omdat ik nu toch mee begonnen ben. Jezus, en, en, en christenen die roepen natuurlijk halleluja, halleluja of oh wat mooi. Kijk maar, want wijn is de bloed van Jezus en we moeten wijn drinken en alcohol is goed. Maar als je deze vers leest, wat heel veel christenen niet doen is: maar, uh, Ze zijn op een bruiloft. Jezus is op een bruiloft met Maria, zijn moeder en zijn apostelen, noem maar op. De wijn raakt op. Maria, de moeder van Jezus, komt naar Jezus en ze zegt: Van Jezus, de wijn is op. En wat zegt Jezus? vrouw, wat wil je van me, is een belediging van zijn moeder, hij, hij valt uit tegen zijn moeder, hij noemt haar vrouw, niet eens moeder, vrouw, met andere woorden, mens, wat wil je van me, laat me met rust, zeur niet aan mijn kop. Dit is wat Jezus zei tegen zijn moeder. Dit is niet mijn uur, zegt hij. Met andere woorden, Jezus had nooit water in wijn willen veranderen. Het is maar dat Marie hem gevraagd heeft, zijn moeder, en hij wilde haar niet verschud zetten, want gasten zaten te wachten. Gasten waren nog op bruiloft, ze wilden nog doorfeesten, alleen de wijn was op. Stond ze voor blok. Dus blijkbaar had ze gezegd: 'Is even kijken of mijn zoon wat kan doen. Ze gaat naar Jezus, vraagt Jezus om meer wijn te maken. Meer water in wijn te veranderen. En Jezus zegt niet van: Oh, geen probleem, hier heb je meer wijn. Hij zegt: Mens, wat wil je van me? Tegen zijn moeder. Dus hij was echt boos dat ze hem dat gevraagd heeft. Hij doet het vervolgens wel, maar niet nadat hij zijn moeder heeft verteld: Dit is niet mijn moment. Met andere woorden, ik ben hier niet gekomen om wijn te geven aan mensen. Ik ben hier niet gekomen om water in wijn te veranderen. Iets anders kan je er niet uit concluderen. Hij wilde die daden niet verrichten, zelfs in Johannes. Maar daar hoor je geen enkel Christen over. want wat, wat blijft hangen? Jezus heeft water in wijn veranderd. Halleluja. We kunnen zoveel wijn drinken als dat we willen, want het is bloed van Jezus. Is onzin. Dat is niet wat jouw gospel zegt. Staat er. Dit is niet mijn filosofie, dit is niet mijn, weet ik het, puntjes bij. Elkaar. Dit is letterlijk wat er staat. Jezus heeft weerstand uh, uh, laten zien tegen zijn moeder. En hij wilde niet water in wijn veranderen. En uiteindelijk is hij het niet eens zelf die dat gedaan heeft. Hij heeft gezegd: Neem dit, neem dat. Dus hij was een soort technisch dienst op afstand. Hij had het zelf kunnen doen. Breng me de water en ik verander het in wijn. Heeft hij niet gedaan. Hij wilde nog altijd afstand houden van dat hele water in wijn veranderen procedure. Hij heeft tegen de mensen gezegd: Doe dat, doe dat, doe dat. Breng het daar naartoe en dan wordt het wijn. Goed, dit is Johannes. Dit is even een zijstraat. Met Johannes gaan we nog bespreken. Het wordt, uh, hou je vast en ga zitten, want het wordt een heel turbulente uh, zaak. Het is een heel ander gospel. Heel ander gospel. Goed. Ga zo door. Dus er waren heel veel vertakkingen. Sommige van deze vertakkingen hebben de tijd overleefd, andere niet. Kijk maar naar Mark en Matthäus. Die vinden dat Jezus de messia is die de prijs moet betalen voor de zonde van de mens. Verder leggen ze geen nadruk op zijn goddelijkheid. Dus hij is gewoon een mens die moest aan het kruis doodgaan om onze zonde voor ons af te lossen bij God. Niks over goddelijk, niks uh, God voor God en Hij is God, maar niet God onderdeel van de goddelijkheid. Dat, niks van daarvan. Hoewel ze vinden dat Hij de zoon is van God, letterlijk of, of figuurlijk, valt uh, nog over te praten. Maar daar ging het ze niet om. Mark en Matthäus wilden Jezus, hun agenda was niet om Jezus neer te zetten als God. Luke is niet eens met uh, Lucas in het Nederlands, de evangelie van Lucas, gospel van Luke. Is het niet eens met Mark en Matthäus. En maakt van Jezus geen uh, uh, munteenheid of offer waar je zonde mee betaalt bij God. Nee, in Luke, dat speelt in Luke's gospel niet. Luke ziet uh, Jezus als een soort martelaar. Maakt van Jezus een messiah die als martelaar ma de wereld heeft verlaten. Met andere woorden, Luke, voor Luke is de kruising niet belangrijk. Voor Luke is Jezus niet God of de zoon van God. Dat is allemaal niet belangrijk. Luke laat zien dat je soms voor God dood kan gaan. als je vast blijft houden aan je geloof. En dat is wat er gebeurd is met Jezus. Hij wilde niet iets anders prediken. wat de Joden op dat moment van hem verwachtten. Blijf prediken wat hij vond. En dat is uiteindelijk zijn dood geworden. Dus het is allemaal symboliek. Hoewel dit allemaal oude Gospels zijn, hebben ze allemaal een andere betekenis van Jezus. Alle drie. Maar goed, ze hebben het nog niet zo gek gemaakt als de gospel van John, wat we nog zo meteen uh, gaan zien. Dus daarom lezen wij in zijn gospel en in de handelingen van Luke over Stefan en Paul uh, allemaal doodgaan als martelaars. Met andere woorden, als je in Jezus gelooft, dan is het beste wat je zelf kan overkomen, is dat martelaarschap. Hoewel nu daar heel veel uh, uh, moslim-extremisten onbekend staan, waren het eigenlijk de christenen die hiermee begonnen zijn. Het martelaarschap, je leven opgeven voor God, zien we hier in Luke, want Stefan was de eerste martelaar en toen volgde, vol, uh, volgde Paul, die maar niet wil ophouden, die bleef maar doorgaan zoals ik jullie verteld heb, uiteindelijk ook doodgaan. denken wij, onthoofd, zoals uh, Johannes de Doper. Dus. Net wat ik zeg, het christelijk geloof heeft nooit één lijn gehad, één bron, één dezelfde betekenis van Jezus. Nooit. Dat, dat idee moet je niet krijgen. Dat idee bestaat nog steeds niet in de Bijbel. De Gospel van Thomas bijvoorbeeld heeft een heel zeer interessant uitkijk op hoe Jezus als Messia is. Thomas zet Jezus neer als een wonderbaarlijk profeet die al bij zijn geboorte al uit de dood was ontstaan. Dus Jezus was. Toen Jezus hier op deze wereld kwam, was hij eigenlijk al wat hij had moeten zijn volgens de andere Gospels, weet je wel? Eerst leven, doodgaan, kruisigen, wederopstaan, getransformeerd in dit goddelijk wijze wezen. Thomas zegt: Jezus had daar niet voor dood hoeven gaan, niet aan het kruis, om te transformeren. Hij is al getransformeerd, geboren. Dat is weer een heel andere uh, filosofie. Dus we hebben hier zo wat al tussen deze Gospels die ik net benoemd heb, de oude, al vier betekenissen. Op zijn minst van Jezus te pakken. Wij leven al in de Tweede Komst van Jezus-tijdperk, zegt uh, Thomas op een heel filosofisch, diep manier. Hij is geboren als wijze zoon van God die zijn goddelijke kennis kon delen met de wereld. Dit is wie Thomas is, weer een heel ander, uh, heel ander verhaal. Maar hier kan ik als moslim in ieder geval wel wat mee met Thomas. Hier kan ik als moslim een ander betekenis aan geven, namelijk het volgende. Jezus in de Koran zegt dat hij vanuit de baarmoeder van zijn moeder gekomen is als wijze profeet met zijn heilig boek. Als we dit letterlijk gaan vertalen, dan hebben we een probleem, want er is geen baby die met een fysiek boek uit zijn baar, de baarmoeder van zijn moeder komt. Dus dan moeten we figuurlijk nemen. Betekent dat daar waar ons profeet pas op zijn veertigste contact had met Gabriel, wat ook wel de heilige geest wordt genoemd in de Koran die de christenen hebben gebombardeerd als onderdeel van de drie eenheid... omdat ze het niet begrepen hebben. Onze profeet die kreeg dus de heilige geest, zeg maar, op zijn veertigste. Dat is niks anders dan engel Gabriel, dat is zijn nickname, de heilige geest. Want hij is de enige engel die zo dicht bij God mag komen... om van hem aan te nemen wat hij moet uh, delen met de mens. En dat maakt hem heilig, omdat hij een heilige status heeft... Uh, uh, er zijn tradities, daar geloof ik zelf niet in. Maar er zijn zelfs uh, islamitische tradities die zeggen dat Gabriel eerder hoort wat God wil openbaren. dan de engelen die de troon van God uh, omringen zelf. Zo hoog staat Gabriel. Maar aan dat soort dingen doen we niet aan. Het, het is een engel, punt. Goed. Het is een heel ander verhaal. Oké. Okay. Ja, dus Jezus kreeg contact in de baarmoeder. met de Heilige Geest. Hij is als het ware. Goddelijke kennis heeft hij geïntegreerd gekregen terwijl hij groeit in de baarmoeder. Want daar is geen tijd. Want Maria krijgt een kind zonder man. Dus um, um, zij is een wonderbaarlijke maagd. Daar is geen tijd. Want zodra ze een baby krijgt, zijn de joden aan het hijgen in haar nek. En dan moet er iets gebeuren wat haar in ieder geval vrij spreekt. Dus Jezus wordt geboren met deze kennis. Want hij spreekt als baby. Eén keer spreekt als baby om de eer van zijn moeder te verdedigen. En ik heb altijd gezegd, als wij, en ik heb het niet over mensen die niet God geloven, ik geloof in God, dus voor mij gelden alle regels. Wij die in God geloven, volgens deze logica, als wij moeten geloven dat Maria, die vanuit een familie van de priesters komt, het is dus nakomeling van Mozes, van Aaron, zij wordt extra bewaakt, sociale controle en ze moet zich dubbel bewijzen, noem maar op, als zij. Een baby krijgt zonder man en ze komt terug bij haar familie, dan moet er iets zijn wat larger is dan life om haar vrij te krijgen van die haar diode, diezelfde Joden die uiteindelijk haar zoon wilde kruisigen. Die waren dus heel strikt en heel orthodox in hun geloof. Het kan niet zo zijn dat Maria met een baby komt en dat ze tegen haar zeggen: Van hier hebben wij een babybedje voor je gemaakt, het is zo lief en zo leuk. Geniet wat. Nee, dan moet er iets zijn geweest die deze joden de monden heeft kunnen snoeren. Dus dan moet er echt iets groots, larger dan life zijn Dit is wat ik in mijn optiek uh, zie als uitleg aan wat we lezen over Jezus in de Koran: dat hij als baby de eer van zijn moeder heeft uh, uh, verdedigd. En dan heb je christenen die vervolgens een beetje gaan lachen. Oh ja, Jezus als baby die kan praten. Hoezo is dat anders dan Jezus die volgens jou op het water heeft gelopen? Of Jezus die Lazarus uit de dood heeft gehaald? Of Jezus die water in wijn verandert? En ga zo door, en ga zo door, en ga zo door. Het gaat er niet om of, je, of het die voorkeur heeft of niet. Het gaat er in ieder geval om of je in dat geloof continu, stabiliteit, continuïteit continuïte kan vinden voor waarom iets is. Maar niet dat we van de hak op de tak spreken. En ondanks dit allemaal blijft de Koran beweren dat Jezus maar een mens was. En hij is echt niet meer waard als mij en jou. Dus, dus in dat opzicht kan ik nog eerder iets doen met de Gospel van Thomas. Die zegt dat Jezus al als wijs uh, uh, profeet is geboren. Omdat dit heel erg in de buurt komt van wat ik net verteld heb vanuit de Koran. Hij is geboren als de wijze zoon van God, zeggen de de kostbaar van Thomas, die zijn goddelijke kennis komt delen met de wereld. Het is niet zo heel erg anders dan wat we in de Koran lezen over hoe Jezus als uh, baby is geboren. Niet als zoon van God zeggen wij als moslims, maar als profeet van God die wijs is geboren. En als baby al zijn heilige boek bij zich heeft. Hoe. Geen fysieke boek. Dat kan niet. Zijn inziel is geen fysieke boek. En misschien dat we het daarom niet hebben kunnen vinden. Want de inziel van Jezus heeft niemand kunnen vinden. Wij nemen aan dat hij vervast is door de christenen. En er zijn uh, christelijke uh, professoren die zeggen. Daar moet een document Q, dat heet Q, uh, gewoon Q in het Nederlands. Moet een document Q zijn geweest. die de bron is geweest voor al deze Gospels. En ik heb jullie verteld. Als dat document er echt is geweest, dan moet het de Injil zijn waar Allah ons over vertelt in de Koran. En dan vinden we alleen in de Koran een verwijzing naar dit document. Waar professoren nu pas, oh nou, wat is het, 2000 jaar later, heel voorzichtige conclusies over trekken. Dat dat mogelijk bestaat. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat Jezus in dat opzicht... Een lopende Torah en ingeel is. Dus, wat ik, wat ik gemerkt heb bij het bestuderen van de Gospels, en ik heb ze bestudeerd, God knows. Wat je merkt is, als je leest dat Jezus uh, in de Gospels beweert dat hij de vervulling is van de Torah en dat de Torah niet nodig is, ik denk dat dat de verkeerde vertaling is die je als christen kan maken. Jezus zegt niet dat hij de Torah vervult en dat de Torah daarmee vervalt. Ik denk dat Jezus zegt dat hij de Torah is. Omdat hij geboren is met die kennis, wij hebben de Koran nodig om te leren wat God uh, uh, openbaart. Een Jood heeft een Torah nodig om te leren wat zijn God openbaart. Jij als christen hebt de Kosmos nodig om te snappen wat God van je wil. Jezus heeft dit fysieke boekje niet nodig gehad. Hij had die kennis bij zich. In dat opzicht is hij niet de vervulling van de Torah, maar de belichaming van de Torah. En alleen deze conclusie kan je trekken als moslim en als uh, christen, omdat we lezen dat Jezus in de synagoge, weliswaar in Galilee, niet Jeruzalem, heeft gezegd dat hij de Torah heeft vervuld. Let op dat dit allemaal vertaald is vanuit het Grieks. Daar is nooit uh, Hebreeuws of Aramees uh, gospels geweest. Nooit. Ze zijn al direct, al origineel, vanaf het begin in het Grieks geschreven. Dus hou ook rekening ermee dat je niet alles kan vertalen eén op één. Zoals ik soms Nederlands vertaling uh, lees van Koranversen die net niet de strekking uh, de, de lading dekken zoals het heet. Maar het komt in de buurt, dus dan denk je van als moslim die Arabisch kent en de Koran heeft gelezen in het Arabisch, dan denk je van ach, weet je, potato, potato. Maar het is niet helemaal hetzelfde. En soms lees ik ook vertalingen die de plank echt mis slaan. Dat ik denk ik, ik kan even geen voorbeeld nemen. Je hebt bijvoorbeeld de Muawwidat. Wat moslims kennen is de Muawwidat. Uh, uh, twee Sora's. Heel veel moslims vinden dat ze dat moeten lezen. Want dat geeft bescherming en noem maar op. Daar is een woord. L'okad is vertaald in het Nederlands als knopen. Dat je denkt wat, heeft, wat hebben knopen nou te maken met je geloof. Waarom? Ze hebben het, ver, ze hebben het uh, letterlijk vertaald. Terwijl de Koran het heeft over l'okad. Die afspraak die je met God knoopt. En knoop staat voor het komt niet meer los. Je wil een afspraak aangaan met God. Je knoopt hem. Je blijft stevig in je schoenen staan, zeggen we in het Nederlands. Stevig in je schoenen staan als gelovige. Dat is de auqad. Aqadah. Hij heeft vastgemaakt. Dat is de Arabisch voor auqad. In het Nederlands, blijkbaar, ik, ik kan me niet voorstellen, met zo'n persoon die zat er even niet bij. Of, dus die heeft het min of meer vertaald als, als knopen. Je zou kunnen zeggen het is hetzelfde, alleen als je het alleen bij knopen laat, snapt niemand, wat voor is het een hemdenknoop, is het een mouwknoop, wat voor knoop is het? Dus dan kan je nog liever gaan voor niet-efficiënt taalgebruik, en meer woorden gebruiken, maar dan breng je de boodschap home, zoals dat heet, dan dat je letterlijk vertaalt één op één, maar dat je dan in de vertaling heel veel mist. En die mogelijkheid moet je als christen hier ook uh, meenemen. Weet dat jouw Gospels allemaal vertaald zijn vanuit het Grieks. Daar is voor geen enkel Gospel ooit een origineel geweest in het Hebreeuws of in het Aramees. Nooit. Dat, dat is, ze zijn al direct geboren vanuit het Grieks. Punt. Dus als je dat zo zou vertalen zoals de moslims dat vertalen, dan klopt het. Jezus moet de belichaming zijn geweest van de Torah. Maar niet dat hij de vervulling is van de Torah. Want de Torah heeft heel veel zaken die Jezus niet vervuld heeft in zijn leven. Maar volgens jullie, volgens de gospels, zou hij de rol van Isaiah hebben gepakt in de synagoge in Galilee. En hebben gezegd, ik heb deze hele Torah vervuld. Dat is te gek voor woorden. Alleen daar al kan het niet de juiste vertaling zijn. Nogmaals, omdat er zoveel... Joden kennen iets van 600 regels. De wetten, daarom noemen ze het de law, de wetten van God. Dat heeft Jezus nooit ver, vervuld in zijn leven. Dat kan niet. Dat heeft hij, ook, hij heeft ook niet van. Sterker nog, ik heb jullie verteld dat hij op de sabbat granen ging plukken. Dus als Jezus, als we dat zo moeten vertalen, dat Jezus de Torah heeft vervuld, zou hij bijvoorbeeld niet granen gaan plukken op de sabbat. Want volgens de Torah mag hij niks doen op de sabbat. Dus dat zijn die kleine dingen waar je uit kan halen: a. Of de Gospels zijn vervalst, twee. Of de Gospels zijn verkeerd vertaald. Andere optie is er denk ik niet. Want anders, als je echt gelooft dat Jezus de letterlijke vervulling is van de Torah, dan heb je een probleem. Want jouw Paul, jouw Gospels vertellen jou dat je bijvoorbeeld jezelf niet moet besnijden, dat je gewoon varkensvlees mag eten, dat je gewoon alcohol mag drinken, terwijl de Torah daar allemaal tegen is. Dus dan ben je tegenstrijdig bezig. Daar waar Matthäus zegt dat jullie alles in de Torah moeten volgen. Is er vandaag de dag geen enkel Christen die nog ene moer geeft om de Torah? Waarom? Omdat Paul heeft gezegd: de Torah is oud vuil. Daar kan je niks mee. Hoe kan je dan zeggen dat Jezus de vervulling is van de Torah? En dat vervolgens gebruiken en misbruiken als oud vuil? En, en sterker nog, zo ver gaan dat je zegt: het Nieuwe Testament, wat als naam is gegeven aan de Christelijke Bijbel, het Nieuwe Testament, met andere het Oude Testament. Dat heet nooit het Oude Testament. Het heet nu het Oude Testament omdat de christenen het Nieuwe Testament in het leven hebben geroepen. Het was vroeger gewoon de Torah, maar nu heet het automatisch het Oude Testament. Waarom? Het is passé, het is niet meer belangrijk, het is niet meer hip, want wij hebben de Bijbel. Dus dan ben je daar als christen heel erg in tegenstrijdig bezig. Je kan niet het een doen en het ander zeggen. Ik denk wat hier belangrijk is, is dat je als christen kijkt naar wat heeft Jezus gedaan. Jezus heeft altijd gepredikt tegen Joden, uitsluitend tegen Joden. Niet tegen Romeinen, niet tegen Grieken, niet tegen Atheïsten, niet weet ik. Uitsluitend tegen Joden. Dat, en dat lees je in je Gospels. Zoals we in de Koran lezen dat God hem gestuurd heeft naar Joden. Jouw Gospel zegt dat hij gestuurd is naar de verdwaalde schapen van Israël. Dat zijn niet letterlijk schapen van Israël. Want niet alleen maar Israël heeft schapen. Dat zijn de kinderen van Israël. Dat zijn de Joden zelf. Kijk naar wat Jezus heeft gedaan en niet naar wat Matthäus, Mark, Luke, die, die, die jou vertelt in zijn gospel. Want dat is alleen maar interpretatie van. Die gospels zijn geschreven lang na de dood van Jezus. Kijk naar zijn leven en in zijn leven heeft Jezus nooit tegen niet-Joods gepredikt. Zelfs wanneer hij gesmeekt werd, zoals dat voorbeeld van die vrouw die hij uitgemaakt heeft voor hond. Weet je wel, die vrouw die zei van, o mijn meester, zelfs honden krijgen kruimels. Toen pas. Wilde hij haar helpen? Hij zei: Ik ben niet gekomen voor de honden. Volgens Jezus zijn we allemaal honden. Tenzij je joods bent. Zo, zo, zo discriminerend is Jezus in de Gospel. Dus niks van licht, liefde, halleluja. dat moet wel gezegd worden. Jezus zag alleen de Joden waardig. En alleen de Joden waren zijn tijd waard. Lees je in de Gospels. Al het andere waren honden. Dus ik ook. Ik ben ook een hond volgens de Jezus van de Gospels. Iedereen, iedereen die niet in, in uh, Jezus gelooft. Het stuk onzin. Dat kan nooit. Dat, dit kunnen geen woorden zijn van iemand die van God komt. Dat kan niet. Dat is te laag. Dit is iemand van een klaploper om de hoek. Ja, daar kun je dit van verwachten. Maar niet van een, een profeet. En helemaal, als je zegt dit is de zoon van God, daar kan je dit zo tuigen, thug, taalgebruik niet van verwachten. Dat kan niet. Ik kan me niet voorstellen. Maar goed, het staat wel in de gospel. Luke nogmaals. Zet Jezus neer als een profeet. Als een keurig, braaf, Joods jongetje die elk zaterdag naar de synagoog liep en elk zaterdag de Sabbat meemaakte. En hij maakt zelfs de link met Elijah. En Elijah was een profeet. Als Luke Jezus als God wilde neerzetten, dan zou hij hem niet vergelijken met Elijah. Want dan zou hij hem vergelijken met God, want anders is het appels met peren vergelijken. Wat we hier in Nederland zeggen. Luke, of Lucas in het Nederlands, gaat zelfs zo ver om niet alleen Jezus te vergelijken met een Joodse profeet Elijah. Hij vergelijkt ook zijn moeder met een uh, uh, Joodse dame. De, wat is het? De moeder van Samuel, met haar, Hanna. H-A-N-N-A-H, Hannah. H -a -n -n -a -h, de moeder van Samuel. Hij vergelijkt Jezus met Elijah. Jezus is Joods, Elijah is Joods. Hij vergelijkt Maria, is Joods, Hanna is Joods. Uh, dus. Hij vergelijkt ze met Joodse mensen. Met andere woorden, Jezus en Maria zijn Joods en ze zijn niet anders als al die andere nobele Joodse mensen voor hun. Dat kan je toch niet aankomen met van Jezus is God, halleluja, onze Heer, waar haal je dit vandaan? En in dat opzicht, ik als, kijk, als moslim mag ik boos zijn op Joden, omdat ik zeg van: ze hebben Jezus niet gesteund toen hij ze nodig had. Jij als christen hebt geen enkel recht om boos te zijn op een Jood. Waarom? Christenen zeggen, Joden wilden niet aannemen wat Jezus kwam vertellen. En Jezus kwam ze vertellen dat hij God is en dat hij alleen de Torah vertelt, uh, vervult. Maar Joden hebben dit nooit in de Torah, nergens staat het in de Torah, dat de Messiah een God zou zijn. Dus Joden, terecht volgens de gospels, als ik de gospels geloof, zou, volgen, zou ik zeggen, hey, Joden zijn mijn beste vriendjes, want ze verdedigen de Torah en... Ze verwerpen het idee van een mens die God wordt. Dus natuurlijk steun ik ze dat ze niet in Jezus gaan geloven die zichzelf proclaimt als God. In dat opzicht heb je als christen geen enkel reden om boos te zijn op een jood. Punt. Hier hebben wij Luke, die ze neerzet, nogmaals bevestigd dat ze maar mensen zijn. En hij vergelijkt maar hier ook met Anne. En Anne is een joodse dame. Nobel, die in de tempel heeft geleefd, zoals Maria in de tempel heeft geleefd. Dus nog een vergelijken van Luke: dat Jezus en Maria maar gewone mensen waren. Wat denk je van het gebed van Maria toen ze Jezus kreeg? Wat ze noemen de magnifica, dat is Latijn, voor. Uh, daar is het Engelse woord bijvoorbeeld van gekomen, van magnificent, groot, mijn, mijn ziel uh, prijst God. Zo moet je het een beetje uh, vertalen. Volgens de Gospels, toen Jezus werd geboren, ging Maria zingen. En ik denk, dit moeten we niet letterlijk nemen. Maria, die als maagd een kind krijgt, die haar zorgen maakt om haar community. Die gaat zingen. Is, dit, is, dit is wat iemand doet in zo'n stressvol situatie. Ga je zingen. gospel zeggen: van toen het kind uh, op de wereld kwam, begon Maria te zingen. Wat begonnen ze te zingen? De Magnifica. Waar halen ze deze Magnifica vandaan? Wat betekent zoiets als mijn ziel prijst God? Dat hebben ze gehaald vanuit zakkerijen. Want let op, de Bijbel wil. Dat Jezus en Johannes de Doper altijd verbonden blijven, hoewel uh, Johannes daar een andere blik op heeft. De Gospel van Johannes, daar komen we nog op terug. Maar in principe lezen wij dat Johannes de Doper en Jezus gelinkt zijn. Dus ze gaan natuurlijk naar vergelijkingen uh, zoeken tussen deze twee. Vandaar ook dat ze nu ook Zecharia erbij halen, de vader van Johannes de Doper. Ze zeggen: toen Zecharia Johannes de Doper kreeg, begon hij ook te zingen. Dat noemen ze de Benedictus. De Benedictus is eigenlijk als de Magnifica, dat is wat je noemt uh, lofzang. Of eigenlijk uh, ja, gedichten die je voor God zingt om Hem te bedanken voor iets wat, je, wat Hij voor je gedaan heeft. Dat zijn eigenlijk lof, uh, lofliederen. Die van Zekaria heet Benedictus en die van Maria heet Magnifica. Hetzelfde, peteto, potato. Er zijn zoveel linken die gelegd worden. Tussen Joodse mensen en Jezus en zijn moeder. Waarom? Met het doel om jou, de lezer, te laten zien dat Jezus en Maria maar mensen waren. Niks God, niks moeder van God. Voor nu laat ik het hierbij. We gaan hiermee verder, inshallah, de volgende keer. Ik weet niet wanneer. Dat uh, zien jullie wel, horen jullie wel, merken jullie wel. Voor nu, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pas goed op jezelf, pas goed op elkaar. Dank je wel voor het luisteren, en het vertrouwen en de tijd. Thank <laughs> you.